Ja, we gaan het heel graag vieren. Ik ben ontzettend trots op onze 200 vrijwilligers die in de stad zoveel voor anderen betekenen. We gaan het aanstaande maandag vieren, ook met de burgemeester. Hij is een trouwe vriend van het Huis van Compassie. We hebben dan een panelgesprek, ook met bevriende organisaties. Maar het hoogtepunt wordt 25 november, dat is een zaterdag. En dan hebben we een open dag voor alle Nijmegenaren. Eén belangrijk doel van ons is dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dus maaltijden doen we heel veel en lunches. Maar we organiseren ook in de stad met onze vrijwilligers gesprekken. En daarnaast doen we heel veel praktische dingen voor mensen die in armoede leven. Dus we hebben bijvoorbeeld een klussenteam. En dat wordt gevormd door vluchtelingen. En zij gaan bij mensen van de voedselbank thuis klussen doen die ze zichzelf niet kunnen permitteren. Bij de organisatie werken projectleiders samen met vrijwilligers aan 20 verschillende projecten. Waaronder de Voedselhub en het fietsproject. De Voedselhub Nijmegen is een nieuw initiatief. We zijn in het leven geroepen om voedseloverschotten op te halen bij lokale boerderijen, supermarkten en stadstuinen. En die voedseloverschotten die brengen wij dan weer naar sociale restaurants, zodat gezond voedsel toegankelijk voor iedereen wordt. Wat wij doen, wij zamelen tweedehands fietsen in Nijmegen. En mensen kunnen tweedehands fietsen doneren op onze fietsdonatiepunten. Die worden door onze vrijwilligers opgeknapt. En die worden vervolgens uitgedeeld aan mensen die een fiets niet kunnen betalen. Aan de minima in Nijmegen, vluchtelingen. Die met de fiets dus weer beter kunnen participeren in de samenleving. Ik heb de afgelopen 15 jaar heb ik in Afrika gewerkt, een aantal fietsprojecten. En dit is een van de fietsen die wij in Afrika gebruikten om inkomsten te genereren. En nu is een van deze fietsen is over hier naar Huis van Compassie. En die wordt gebruikt door de Voedselverspillingshub. Ik denk dat duurzaamheid wordt nu heel veel, als je geld hebt, is het makkelijker om bijvoorbeeld een pompoen van 4 euro te kopen. Terwijl als je in armoede leeft, dan heb je niet eens tijd om na te denken, hé, wat ga ik vanavond eens koken? De projecten van Huis van Compassie maken een groot verschil voor veel mensen. Zo ook de fietsen die worden gerepareerd. Ja, het is fantastisch om te zien wat de reacties zijn voor mensen die een fiets ontvangen. Je ziet gewoon echt dat ze met de toegang hebben tot een fiets, met het beschikken over een fiets, dat ze gewoon beter kunnen participeren in de samenleving. Dus naar school toe kunnen gaan, naar een werk toe kunnen gaan, boodschappen kunnen doen, naar verenigingen kunnen gaan. Dus dat ze ook veel meer in de samenleving staan. En dat is gewoon heel erg mooi. En dat ze gewoon onderdeel zijn van de samenleving. Dus het is fantastisch dat een fiets zo'n verschil maakt.